Hi, ik ben Mingfan. Ik ga vandaag een paardvlees met zoetzuursaus en met vers ananas maken. Wat we nodig hebben is een varkensvlees. Je kan natuurlijk ook varkenshaas kiezen. Maar ik heb voor deze carbonadevlees gekozen. Dat komt doordat het een beetje vettiger erin zit. En dan vind ik lekkerder. Maar dat mag je natuurlijk zelf eten. Je mag ook varkenshaas nemen. Meestal vind ik dat een beetje te droog. Dus, nou. Bij deze, bij mij in ieder geval, met deze vlees. En daarnaast rode paprika en natuurlijk gerecht geet vaak vlees met ananas, dus heb ik wel ananas nodig. Ik heb gekozen voor verse ananas, maar je kan ook gewoon blik nemen. Uitjes heb ik ook nodig. En het allerbelangrijkste is natuurlijk om zoetzuursaus te hebben. En dat heb ik hier. Als je wil weten hoe de zoetzuursaus moet maken, dan moet je naar mijn andere film gaan kijken. Zoetzuursaus, denk ik. En om die krokante een beetje een laagje om de vlees te creëren, heb ik de ei en aardappelzetmeel nodig. We beginnen met het vlees te snijden en marineren. Kijk, hier zit de bot aan. Die gaan we afsnijden. Het vlees gaan we in een blokje snijden. Grote blokje. Dan zit er een stukje. Zacht, klein beetje zout. Peper. Klein lepeltje oestersaus. Een beetje rijstijl. Een beetje meer. Nou, klaar is die. Even netjes afdekken. Nou, dat was het. En ondertussen ga ik ananas doen. Nou, eerst even deze schoonmaken. Ready to eat. Ik hoop dat die echt ready is. Even nadenken. Hoe zou ik dat doen? Wow. Ik heb vandaag die ananasmes niet bij me, dus doe ik gewoon met normale aardappelmesjes. Prachtig. En nu nog deze. Dat is wel makkelijk, hè? Is ook eruit. Nou, bijna perfect. Zo, hier twee ananasschillen. En hier heb ik al die vruchten. En deze in grote stukjes snijden. Ik heb niet alle ananasvruchten nodig. Dus die kunnen we gewoon zelf zo opeten. Je moet natuurlijk niet meer dan die vlees horen. En dat het zo genoeg is hier. En die is voor de nagerecht. Het is wel goed zoet. Nou, nu nog maar even de rest snijden. Uitje. Een beetje veel ui, maar het is wel lekker. Ui met die zoetzure smaak. Gewoon grof een groot stuk snijden. Zo'n pan, wok in dit geval. Thuis kun je ook pan gebruiken. En olie.
frituur ook. Die laten we nu maar gewoon rustig warm worden. Duurt even. Dus ondertussen ga ik maar even opruimen hier. Olie is bijna zo ver, dus ik ga nu maar klaarmaken. Dat doe ik met een ei erin. En aardappels zet mee. Even een testje doen, kijken of het echt zo ver is. Nee. Dan moet nog even wachten, hè. Even getest. Olie is al goed, dus gaan we de rest allemaal erin doen. En laatste stukje. Er zit een mooie rekostje eromheen. Ja, goed. Nou, nu laten we er ongeveer 5 minuten zo bakken. Maar als je thuis een heel erg krachtige frituur hebt, heb je misschien 5 minuten niet nodig. Dan zou ik je aanraden, als die nou een beetje goudbruin wordt, dan zou ik je aanraden om de grootste stuk uit te halen en even doorsnijden. En dan zie je het vanzelf of het binnen gaar is. Als het binnen gaar is, dan kun je de rest ook uithalen. Kijk, die plakje, deze, die is plat. En die is veel sneller gaar dan die blokjes die ik gesneden heb. Het liefste wil ik zo'n goudbruine korstje van krijgen, dus daarom duurt het wel iets langer. Klein beetje olie, dus niet zo veel, want het vlees is gebakken in olie, dus er komt geen olie meer tekort. Ja, die beginnen een beetje kleurtjes te krijgen. Ja, die voelt warm aan. Doe ik uien erin. Rode paprika en de ananas erbij. Even slecht doen. En dan ga ik de saus erbij. En sausjes wat zuiver samen mengen met ui en alles. Ik ga dan voor de zekerheid alsnog even een stukje uithalen. Ja, die is goed gaaf, zie. Eerst die olie even wegzetten, dat is gaan vaken. Wow. Even voelen van sausjes. Want sausjes, als je opnieuw koopt, dan wordt het zuur, meer zuur dan zoet. Dus ik raad je aan om nog een lepeltje suiker bij te doen. Want je wilt natuurlijk ook een beetje zoetige saus hebben in plaats van alleen maar zuur. En nu vlees erbij. Yeah. Even doen we nog even. En nu eigenlijk even heel snel mengen. Zodat op het vlees, het buitenkant vlees, helemaal lekker gemengd is met saus. En dan is dat eigenlijk al goed. Want de binnenkant is al gaar van het vlees. Dat ziet er toch fantastisch uit. Eindigt met een beetje sesamolie, zoals gebruikelijk. Ga ik opscheppen nu. Kijken of netjes, ja.
Helemaal mooi. Hier is hem. Vaatvlees met zoete saus in ananas. Ook met ananas. Haha. En vaatvlees met ananas in zoete saus. Dat klinkt beter. Hier is die. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.